Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1412 met een uitzending voor vandaag 17 september 2018. Dit is het bulletin van maandag. De situatie in de VS verschilt in een aantal opzichten weinig van die hier in Nederland. Ook daar is het aanbod aan echte winkels met aanbod voor zendamateurs aan het krimpen. De website van de RRL meldt dat het bedrijf Radio City Incorporated in Minnesota, ik ken dat zelf ook, binnenkort na 36 jaar haar deuren sluit omdat de eigenaren met pensioen gaan. Het bedrijf gaat aan het eind van het jaar of eventueel zelfs al eerder dicht. Amateurs in Portugal hebben afgelopen zaterdag voor het eerst een SSTV Radio Party gehouden, SSTV 4080 genaamd. Het is zo jammer dat ik het bericht niet eerder heb gevonden, want ja, dat was wel leuk geweest. Verbindingen zijn er gemaakt op 40 en op 20 meter. Het antennebureau houdt een paar keer per jaar zogenaamde basiscursussen, alles over antennes. Inmiddels wordt er ook een updatecursus gehouden. Die laatste zal één keer per jaar zijn in Amersfoort. De cursus die vrij zeker niet voor zendamateurs bedoeld is, duurt een dagdeel. De eerste van deze updatecursussen wordt heel binnenkort al gehouden op 27 september. Er is nog plek. De cursus is bestemd voor mensen die in hun werk te maken hebben met antennes voor draadloze en mobiele communicatie. En geeft informatie over communicatienetwerken, gezondheidseffecten en de plaatsing van antennes. Ook wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen en het onderwerp risicocommunicatie. Deel 11 van de serie over antennes gaat opnieuw over loopantennes. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de halo-antenne. Een halo-antenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voedingspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de halo-antenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een quad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk. Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt, groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.